Wat jij net zei, ik knip er gewoon even tussenuit. Een hele goede morgen, lieve mensen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Zie je het al buiten? Het is stervens koud. Het heeft gewoon keihard gevroren. En ik ga nu lekker richting mijn werk. Want ik moet vandaag lekker werken van 9 tot half 2. En daarna is het een heerlijk dagje samen met de familie. Want we gaan vanavond Sinterklaas vieren. En ik heb er echt ontzettend veel zin in. Dus ik ga nu even lekker naar beneden. Even wat eten meenemen voor het werk. En dan ga ik richting de Universiteit van Tilburg. En ik denk namelijk wel dat ik... Even kijken. Ja, we moeten gaan krabben. Dus we gaan het opschieten. Want de krabben duurt ook altijd zo lang. En ook zo vervelend. Dat is het enige nadeel wel. Dat als je met de auto gaat reizen in de winter, dan is het gewoon standaard krabben, helaas. Werkdag. Lekker kort gewerkt ook. Is ook wel eens fijn. En ik ben nu thuis. En we gaan nu lekker Sinterklaas vieren. Ik heb er echt heel veel zin in. Echt heel erg leuk. Maar ik moet eerst even omkleden, want ik heb natuurlijk mijn werkoutfit aan. En ik ben helemaal kapot. Van het traplopen, jongens. Van het traplopen. En dan gaan we Sinterklaas vieren. Even lekker een cadeautje inpakken. Altijd wel leuk, toch? Zo, dat was echt een... Nou, sorry, ik heb net even in mijn hand gesneden. Echt super vervelend, maar nou veeg je het lekker door mijn haar heen. Maar het is echt wel een leuke dingetje gehad. Het ligt hier. En ja, eigenlijk gewoon veel chocola, veel pepernoten. Een neushaartrimmer. Ja, jongens en meisjes. Een neushaartrimmer. Ik zal het even laten zien. Echt zo ontzettend chill. Het ziet er heel raar uit. Zo werkt het uiteindelijk. Het is gewoon zo... Heel erg chill, want ik had, ik weet niet, op deze leeftijd zou je er eigenlijk geen last van moeten hebben. Van neushaar dat groeit.
Maar op een of andere manier heb ik daar best wel last van. En ik heb ook zoethout thee gekregen. En die vind ik best wel heel erg lekker. Ik had laatst ook gevraagd, of ik had laatst in de vlog erover zelfs, dat ik die heel erg lekker vond. En ik eigenlijk niet zo goed wist waar ik die kon krijgen. Nou, papa kijkt de vlogs en die heeft het dus voor mij gehaald. Dankjewel. En mama natuurlijk, sowieso. Maar nu gaan we lekker eventjes appeltaartje eten bij het vuur buiten. Ja, het is trouwens ontzettend koud buiten. Dus ik ga eerst even een trui aan doen. En dan naar buiten, want het is -3. En het leek ons wel een goed plan om dan buiten te gaan zitten. In ieder geval echt een super leuke avond gehad hier met Sinterklaas. Sinterklaas vieren dan. Want wij vieren niet meer Sinterklaas met op de klassieke manier. Eerst een beetje spelletjes doen samen, een beetje dobbelen voor cadeautjes. En vervolgens ook nog cadeautjes krijgen gewoon op een normale manier die voor jou bestemd zijn. Dus ja, ik ga even lekker een truitje aandoen. En dan ga ik lekker bij het vuur zitten buiten. Hopen dat het niet te koud is. Maar dat zien we vanzelf wel. Zo, ik zit lekker op de bank nu. Ik zit lekker eventjes wat YouTube-video's terug te kijken. Oh, sorry, daar ging mijn camera bijna. En ja, ik zat net buiten, maar het is zo ontzettend koud. Ik had zoiets van, nou, dit is mijn tijd om lekker naar binnen te gaan. In ieder geval, deze avond was best wel heel erg leuk. Ik heb weer lekker met Tom kunnen praten, lekker met Franke kunnen praten. Lekker samen met het gezin, even lekker gekookt, lekker gegeten. Cadeautje uitgepakt. Ja, heel erg tof. En vanochtend nog gewerkt. Dus zeker een productieve dag vandaag. Ik hoop in ieder geval dat jullie een hele leuke Sinterklaas hebben gehad. Ik in ieder geval wel. Nou, Tom, dankjewel. Nu moet ik opnieuw, jammer. Nee hoor. Niet bij belden maken. Kijk, Frank is een bouwbakker. Wie is Frank? Ja? En nee, dat stukje van die wat jij net zei, ik heb er gewoon even tussenuit. Maar wat ik dus wilde zeggen was, mijn Sinterklaas was heel erg leuk. En volgens mij vond Tom het ook super leuk. Ja, het was echt saai. Ik was echt heel saai, ja. Als je het nou een leuke video vond, doe even dat duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier beneden. Aan het einde van deze video zie je mijn snapcode. Volg me ook even op Snapchat. En dan hoop ik je morgen weer te zien bij een gloednieuwe verse vlog. Houdoe.